Nou, het is de eerste regering die ooit in Suriname begonnen is met een pandemie. En dat is niet te onderschatten, omdat je dan tegelijkertijd te maken kreeg met een economie die stil ligt. Het openbaar vervoer ligt stil. De bussen hebben in Suriname 2 jaar niet gereden. We moeten dat niet vergeten. Het economisch leven lag vrijwel stil. Het uitgangsleven was zo goed als dood, om het zo te zeggen. Het hotelwezen, het toerisme, dat lag plat. Toch verschillende inkomsten die een land normaal heeft onder normale omstandigheden, die waren door een wereldsituatie eigenlijk gewoon weg komen te vallen en daar is Suriname niet bespaard van gebleven. Dus de eerste 2 jaren, 2, 3 jaren kan je zeggen nu, die hebben zich gekenmerkt meer met het beheersen van COVID-19. Toch waarbij je als TNA-lid meer bezig geweest bent met het regelen van dispensatie van mensen, het gaan naar bedrijven, mogelijkheden bekijken waar mensen hun diensten nog kunnen verlenen. Dus het is een uitdaging geweest op zich die niets had ons erop kunnen voorbereiden. Geen enkel DNA-lid, geen enkel minister, geen enkel president kon voorbereid zijn op COVID-19. En wat het zelfs nog in een fase was en het zich ontwikkelde, we kregen nieuwe varianten. We kregen een periode van vaccinatie. Dus het was een uitdaging op zich die weinig ruimte liet om eigenlijk de verkiezingsbelofte van elk DNA-lid, de zaken waarvoor je hard maakte, om die echt uit te kunnen voeren. Omdat punt 1, dat heeft echt heel veel tijd geconsumeerd. De uitdaging is natuurlijk, een land is geen videogame waarbij je opnieuw begint. Waarbij je kan resetten. Je kan niet resetten. Als het zo was dat bij elke regering een land reset werd en dat je begon met schulden 000, credits 000 of zo, lives 3, begreep je. Dan zou je veel kunnen zien qua prestatie. Maar regeren heeft te maken met het overnemen van de verantwoordelijkheid die gedragen is door beleidsmakers die beleid hebben gemaakt in de periode waarop zij mandaat van het volk hebben gehad. En het is de uitdaging voor elke regering om de afspraken, overeenkomsten die door de staat Suriname gemaakt zijn, om die te blijven nakomen. En dat geldt voor inkomsten en ook voor uitgaven. Het geldt voor verdragen. Het geldt ook voor besluiten waar we hebben geparticipeerd. Dus je komt dan in de eerste jaren alvast dealen met besluiten die genomen zijn in de lijn waarop jij graag je beleid wil uitzetten. En je gaat daarmee moeten dealen tot een bepaalde mate. En je hebt ook de vrijheid om verandering in te brengen. En als ik die 3 jaren bekijk, zeg ik dat de regering cruciale punten gemist heeft om in het begin direct verandering te brengen. Eén daarvan noem ik het toch handhaven van een aantal spookambtenaren dat kort voor de verkiezingen in dienst genomen is. Wat op zich een bepaalde druk legt op de uitgaven van de regering. Waarbij wat we zien, de sectoren die nodig zijn om jouw land stabiel te houden, goed onderwijs, goede gezondheidszorg en veiligheid, dat er minder geld over is om juist deze 3 sectoren goed te kunnen waarderen. En dat komt omdat er politiek besluiten genomen zijn door politiek verantwoordelijke mensen die mandaat hadden gehad. En ervoor hebben gekozen om de beroepsbevolking van het land vast te zetten in het overheidsapparaat. Wat heel weinig overlaat om die beroepsbevolking erin te zetten. Om de andere echte middelen van bestaan tot ontwikkeling te brengen. Deze regering heeft wel gedurfd om nu te beginnen met de registratie. En de registratie op zich is belangrijk, omdat je 3 jaren terug in dienst kan zijn genomen. En je misschien een MULO-diploma had, maar je bent je misschien verder gaan scholen. Dus jouw capaciteiten, jouw laatste mogelijkheden die je hebt om eigenlijk je taken te kunnen vervullen, dat die vaker niet mee zijn genomen. En vandaar dat ik dat project van de regering om die registratie te doen, wel een warm hart toedraag. De mens is comfortabel in wat de mens al gewend is te doen. Elke vorm van verandering die de mensen gaat brengen in een situatie waarbij men niet weet waar ze aan toe zijn, staat niet altijd happig dat mensen graag daaraan zullen willen meewerken. Dus die veranderingen brengen die ik graag gezien had als volksvertegenwoordiger binnen deze 3 jaren, die zouden veel meer moeten vergen van Dekati. En veel meer communicatie tussen de leiders en het volk om iedereen aan boord te krijgen om wel die richting op te durven te gaan.